Met wie zou je absoluut niet op vakantie willen? Wat was je grote vakantieblunder? Ik denk, want mijn eerste zoen, dat verhaal, heb ik dat in detail ooit verteld. Hey guys, ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie en vandaag is het een vakantie Q&A. Dus laat maar snel beginnen, want jullie hebben allemaal vragen gesteld. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen en even te abonneren. Wat vind je van airco in de zomer? Nou, ik moet zeggen, aan de ene kant is het chill, omdat het natuurlijk, zeg maar, verkoeling. Als je de hele dag in het zonnetje hebt gelegen of het super warm hebt gehad. Dat is chill, maar ik heb een keer gehad dat ik 's nachts moest slapen onder de airco. En ik ben gewoon heel mijn vakantie ziek geworden en snotterend en keelpijn en griep en zo. En dat was wel echt heel kut. It's a fine line. Wat is je leukste herinnering aan je vakantie van toen je klein was? Ik ging vroeger altijd naar Rabbit Hill. En dat was een camping in Nederland. Waar ik en mijn papa en zus heen gingen. En er was altijd een heel groot speelplein ding. En zo'n kussen waar je op kon springen. En een geweldig zwembad. En ik vond dat helemaal fantastisch. En we gingen gewoon kamperen. En ja, Rabbit Hill, dat is nog steeds zeg maar van... Oh ja, die tijden dat we naar Rabbit Hill gingen, dat was zo fantastisch en leuk. Waar wil je nog een keer heen? Nou, mijn zus gaat deze zomer naar Aruba. En dat was een beetje, ja, de plek waar mijn moeder en mijn vader verliefd zijn geworden. En op vakantie waren heel vaak. Dus dat lijkt me wel een mooie plek om nog een keer heen te gaan. En voor de rest wil ik ook toch wel een keer nog naar Amerika. Schotland of Ierland lijkt me ook heel mooi om mee te maken. Met wie zou je absoluut niet op vakantie willen? I don't know. Ik heb niemand, zeg maar, in mijn gezelschap waar ik dat niet mee zou willen. Laat maar gewoon voor een cliché gaan met Trump. Ik denk dat ik dat echt verschrikkelijk zou vinden. Waar ga je dit jaar naartoe? Ik ga dit jaar naar Spanje. En ik ga met mijn moeder. En daar gaan we gewoon 2 weekjes logeren. En daar zitten best wel dicht bij het strand. Dus dat vind ik super leuk. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga sowieso vloggen. Foto's maken, dingetjes. Dus jullie zien dat voorbij komen over een paar weekjes. En ik denk dat het heel leuk gaat worden. Tips tegen verveling als je vrienden allemaal op vakantie zijn. Ik zou dingen gaan doen die je normaal niet doet. Dus ik weet dat ik in de vakantieperiode ging tekenen. Ik ging schrijven. Ik ging lezen. Ik vind lezen hartstikke leuk. Maar ik doe het bijvoorbeeld niet echt vaak in het jaar. Ik doe het meestal gewoon tijdens vakantieperiodes. Lekker in het zonnetje gaan liggen. Gewoon thuis in de tuin. Naar de film gaan in je eentje. Ik vind dat super chill. Maar dat is iets minder zomer. Want dan zit je natuurlijk in het donker binnen. Schilderen. Gewoon misschien een paar creatieve dingen proberen. Die je leuk vindt. Wat voor schoenen, behalve slippers en haarstijlen, zijn handig voor in de zomer? Ja, ik denk dus, je hebt zeg maar slippers en sandalen, maar je hebt ook een beetje een soort van de tussenvariant. Een soort van slipper onderkant, maar dan een beetje van bruin houtachtig kleurtje. En dan met een paar lijnen. Ik pak even mijn oude kapotte slipper dingen. Oké. Back. Ik weet dus niet hoe dit precies heet. Maar ik probeer dit uit te leggen. Slippers, sandaal, schoentjes. Want ze zijn net wat mooier dan slippers. En het zijn net niet grove sandaaltjes. Het is een beetje iets tussenin. Dus ik denk dat dit soort schoentjes heel chill zijn. Ik moet ze ook weer halen voor deze zomer. Qua haar. Ik vind haarst. Ja, sowieso gewoon je haar in een knot, een staart. Als het maar omhoog zit en niet zo in je nek. Dat vind ik al heel chill. Op een gegeven moment is je nek bezweet. Je haar is of nat van het water. Je haar kan ook heel heet worden van de zon. Dus dan heb je super heet haar zo. Ik zou gewoon een knot doen of een staart. En dan zit het hier zo boven. En dan heb je er geen last van. Ik vind dat altijd heel fijn. Ah, Emmy vraagt, wat wordt onze eerste vakantie samen? Ik hoop snel. Ik wil echt heel graag met Emmy op vakantie. Ik denk volgend jaar misschien. En waar zullen we dan heen gaan? Ik wil heel graag met Emmy een keer naar Italië. Misschien naar het Gardameer, omdat ik daar heel vaak alleen... Nee, alleen. Ik ben daar heel vaak met mijn familie geweest. En een soort van iets wat ik met haar wil delen. Dus hopelijk vindt Emmy dat ook leuk. Wat is jouw ultieme vakantie? Ik weet niet of ik echt precies een ultieme vakantie heb. Ik vind zeg maar het scenario van kamperen, gezellig, knusjes op een camping. Maar aan de andere kant lijkt me een zee, strand, hotel, lekker luxe, all you can eat en zo. Lijkt me ook super chill. Ik vind gewoon campingleven leuk. Maar ik vind het ook, lijkt me ook wel een keer leuk om gewoon een fancy iets te hebben. Om dat gewoon echt helemaal niks te hoeven doen, zeg maar. Aan de andere kant vind ik camping en kamperen heel leuk. Maar ik zet er nooit de tent op en zo. Dat deed mijn vader. Wat heb je liever? Elk jaar op vakantie naar Griekenland? Of eens in de 5 jaar 3 weken naar Amerika? Oh, dit vind ik moeilijk. Brit. Ik weet niet hoe leuk ik Amerika ga vinden. Klinkt misschien gek, maar ik ben er nog nooit geweest. Griekenland trekt mij niet heel erg. Maar aan de andere kant, 1 keer in de 5 jaar naar Amerika vind ik ook wel weer heel weinig. Nou, anders dan ga ik gewoon in Italië wonen of zo. En dan ga ik 1 keer in de 5 jaar naar Amerika. Dan doe ik dat wel. Stomste vakantie ever. Ik denk vorig jaar, want toen...
wilde ik wat gaan doen met Aaron. We hebben alsnog wel een week met elkaar leuke dingen gedaan. Maar ik wilde ook naar Italië en dat kon niet. Ik wilde met mijn moeder mee, maar die was wel erg anders. Mijn zus had iets. Dus ik was als enige echt thuis. Ik ben heel die zomer niet weg geweest. En ik heb dus wel leuke dingen gedaan met bijvoorbeeld Aaron en andere vrienden. En dat was ook echt leuk. Alleen je mist dan toch iets van het weggaan naar een warm land of... Ja, gewoon dat weggaan mis je dan toch. Dus ik denk dat vorig jaar wel een beetje zo'n dipvakantie was. Dat ik dacht van, oké, ik vond het wel een leuk idee, maar ik wil toch op vakantie nu. En toen ben ik ook helemaal niet bruin geworden, vond ik echt heel stom. Ben je iemand die de hele tijd ligt te zonnen en dan even het water ingaat? Of ben je iemand die het liefst gewoon de hele tijd in het zwembad zit? En dat is dus grappig, want vroeger was ik die girl die de hele dag in het zwembad lag. En poollepels ging gooien om ze op te duiken, omdat we niks anders hadden. Ik was echt een waterrat. Maar sinds de jaren... ben ik dat steeds minder geworden en nu ben ik wel echt die zonner en die af en toe even in het water duikt. Dat eigenlijk alleen maar doet om af te koelen en dan weer op te drogen. Dus ik ben eigenlijk beide geweest, maar op dit moment ben ik dus de zonner. Want ik wil gewoon super bruin worden. Wat was je grote vakantieblunder? Ik denk, het was niet per se een blunder, maar het was wel ongemakkelijk. Want mijn eerste zoen... Dat verhaal. Heb ik dat in detail ooit verteld? Nou, in ieder geval, er was zeg maar... We gingen naar een club in Italië met onze vriendengroep. En dat was best gezellig. En nou ja, we gingen dus naar dat tentje toe. En iedereen was een beetje, nou leuk, dansen en zo. We kwamen er binnen. En er was al een beetje zo iemand die zo zat te kijken van... Weet je wel, zo typisch in een club. En ik ben gewoon, ik was iets jonger ook nog. En ik ben gewoon een beetje, ik ga daar niet zo goed op. Dus ik ben heel erg afstandelijk van mensen. Ik wil gewoon lekker om mezelf dansen met mijn vriendin. En dan klaar, gezellig. Maar hij zat dus een beetje, nou ja, aandacht te vragen en zo. En do you want to dance? En een beetje langs te lopen. Waardoor ik elke keer waar ik heen liep, hij een soort van langs. Hi. En ik zat echt van, nee, ga weg. Maar op een gegeven moment was hij dus aan het dansen met een van die meiden van ons groepje. En toen stond hij voor ons. En toen was hij van, do you want to dance with me? En ik herinner me nog dat ik echt zo hard no! schreeuwde naar zijn hoofd. En weer weg ben gegaan. Maar later die avond, ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. En toen had ik mijn eerste zoen en mijn zus en er nu vriend. Die staat gewoon toe te kijken. Dus dat was super ongemakkelijk. Dus ik hoorde ook lekker terug hoe het eruit zag van mijn zus. Het is altijd top. Dus ik denk dat dat een van mijn ongemakkelijkste blunder dingen is van vakantie. Voornamelijk ook dat ik gewoon zo debiel nee schreeuwde naar een jongen. Maar oké. Okay. Liever 3 weken op vakantie in Europa of 1 week naar een ander continent? Ja, 3 weken in Europa. Stuur mij maar gewoon heel de tijd naar Italië en dan ben ik blij. Wat voor een vakantietype heb jij het liefst? Cultuur, actief, relax of avontuur? Ik denk een beetje een combinatie. Mijn vader, moeder, zus zullen vast zeggen, nee, je bent echt van relax met een luikring. Maar ik denk dat als ik alleen maar een hele vakantie op de bank zou liggen, of nou, op de bank of op de zon, nou. Als ik een hele vakantie in de zon zou liggen, denk ik dat ik dan toch behoefte zou hebben om af en toe naar een dorpje te gaan of naar een stadje. Wat was je leukste vakantie en met wie was dat? De vakantie met Marije was heel leuk. In Frankrijk met haar en ze is ook met mij naar de camping naar mijn pa geweest. Disneyland met mijn moeder, zus en haar vriend was ook echt heel leuk. Dus ik denk dat die twee heel leuk waren. Maar ik vond ook elk jaar toen ik naar het Gardameer met mijn vader ging en mijn stiefmoeder en mijn zus, was ook elk jaar weer even leuk. Dus ik kan niet zo goed kiezen eigenlijk. Wil je met mij op vakantie, vraagt Emma. Nou, gezel. Stel maar wat voor. Ooit een vakantieliefde gehad? Nou, een eerste seizoen, nooit meer gezien. Was volgens mij wel een knappe Italiaan, maar ik weet het niet meer zeker. Mijn zus zei ja. Ja, het was een knappe Italiaan. En de vriend van mijn zus zei nee, hij was lelijk. Dus I'm not sure, maar in mijn herinnering was hij knap. En voor de rest, ik heb wel jongens leuk gevonden, maar die vonden mij niet leuk. Wat is jouw favoriete vakantieland? Ik denk dat dat best duidelijk is nu. Italië. Ik denk dat Italië toch wel echt mijn favoriete land is. Met het eten, de sfeer. Als je naar een land mocht gaan voor de keuken, welk is dat dan? Bij mij Griekenland. Ik weet niet waarom, maar ik ben niet echt Grieks eter. Ik hou ook niet extreem veel van veel vlees. Maar ja, dus Italië yet again. Want ik hou gewoon van pasta, pizza, koffie, ijs. Dat is perfect. Welke make-up doe je op als het zo warm is? Nou, eerlijk gezegd, als het zeg maar, als ik op vakantie ben, dan ga ik automatisch gewoon van make-up naar geen make-up. Of af en toe in de avond, als je dan uit eten gaat, dan doe ik lippenstift op en mascara. Maar meestal overdag doe ik gewoon geen make-up op. Want het is gewoon niet fijn. Want je gaat toch zweten, je ligt in de zon, je gaat het water in, je doet zonnebrand op je bek. En dan heb je mascara of nou, ik zou me ook niet voorstellen hoe meiden met foundation dat overleven. Ja,
het zakt toch wel uit. Hoe ziet jouw perfecte zomerdag eruit? Nou, wakker worden, knappig broodje en een kopje koffie, cappuccino, bikini aan, op naar het meer, strand, zwembad, daar gaan liggen, lunchbreak, misschien iets lekkers, weet ik veel. Weer lekker zonnen, een beetje het water in en zonnen en dan ijsje nemen, misschien na het zonnen. Eventjes nog het dorpje in om even te kijken, kleine souvenirtjes te kopen, whatever. En dan in de avond lekker pasta, pizza en tiramisu eten. Top! Lekker douchen nog, vooral ook in de avond. En lekker slapen. Oh ja, en tussendoor lezen, tekenen. Dat vind ik altijd heel chill. Ik heb er nu al zin in. Als je maar één kledingstuk mee mocht nemen op vakantie, welke zou het dan zijn? Eén kledingstuk? Oeh, dat was hem, jongens. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet eventjes een duimpje omhoog te doen. En als je nog een vraag hebt, in de comments achter te laten. Laat mij ook weten wat jullie favoriete vakantiebestemming is. En waar jullie ook heen gaan dit jaar. Vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik je volgende keer wel weer. Doei!